Bij de een pelt zijn kasten van uit. De ander koopt eens in het jaar een nieuw paar. Schoenen kopen. Hoe zit dat bij jou? Draag je deftige hakken of liever afgetrapte gimpies? Waar moet je op letten als je schoenen gaat kopen? Kies voor kwaliteit. Ga naar een schoenwinkel waar de verkopers je professioneel kunnen adviseren. Kwaliteitsschoenen zijn niet altijd goedkoper, maar ze gaan wel langer mee. In plaats van drie paar minder goede, kun je beter één paar echt goede schoenen kopen. Je schoenmaat verandert niet meer als je uitgegroeid bent, toch? Jawel. Jij weet voortaan dat je schoenmaat wel kan veranderen als je ouder of zwaarder wordt. Je voetholtes hebben namelijk meer behoefte om uit te rusten als je ouder wordt, en daar horen grotere, wijdere schoenen bij. Hoe mooi ook. Schoenen met een spits uiteinde kunnen niet alleen kramp veroorzaken, maar ook ingegroeide teennagels, eeltplekken, likdoorns en bulten. Ook hoge hakken kunnen zorgen voor klachten in je rug. Hakken brengen je evenwicht namelijk naar voren, waardoor je naar achteren gaat leunen ter compensatie. Voor vrouwen is een hak liefst niet hoger dan 3 cm en voor mannen is dat 2 cm. Zo spaar je je rug. Je tenen hebben de ruimte nodig. Schoenen met veters zijn daarom beter en geven meer steun. Zachte, ruime gimpen met zachte binnenzolen zijn goed voor je voeten, net zoals sandalen met een riem. Pas schoenen in meerdere maten en let ook op stiksels, naden of andere versieringen in de schoen die kunnen gaan knellen. Je voeten moeten ademen. Zweetvoeten zijn niet alleen oncomfortabel, maar kunnen ook zorgen voor huidirritaties. Zorg er dus voor dat je voeten kunnen ademen. Leren schoenen zijn altijd beter. Hoewel schoenen van leer meestal duurder zijn, geven ze meer stevigheid en soepelheid. Als je schoenen gaat kopen, doe dat dan in de middag. Je voeten zwellen op gedurende de dag, dus ochtends zijn schoenen vaak te groot en s'avonds juist te klein. Buig de zool voordat je een schoen gaat passen. De zool moet soepel zijn zodat je voet goed kan afwikkelen. Misschien ken je het wel. Verkopers die beweren dat je schoenen moet inlopen. Dat is een fabel. Schoenen moeten meteen goed passen en comfortabel zitten als je ze aantrekt in de winkel. Heb je ze gevonden, jouw ideale en geschikte schoenen? Veel plezier ermee. Lekker lopen is gezond. Voor meer informatie ga je naar www.stichtinggezondheid.nl